Dag dames en heren, op heel veel plaatsen is het bewolkt en uit de bewolking valt ook wat regen. Maar als we van bovenaf kijken, dan zagen we dat er vanmorgen in de noordoostelijke helft van Nederland toch wel flink wat opklaringen aanwezig waren. De meest dikke bewolking lag dus over het westen en zuiden van het land en daar viel ook van tijd tot tijd regen. In Zeeland al vanmorgen vroeg, elders was het een beetje gespetter. Maar we zien op de radar dat de intensiteit van de neerslag toeneemt op steeds meer plaatsen en het is vooral die Noordoosthelft van het land waar het vanmiddag droog blijft, met misschien ook nog wel een waterig zonnetje. Elders is het toch wel druilerig met af en toe wat regen of een bui. Temperaturen bij dat alles zo'n 7 of 8 graden. En de wind uit noordwest of westelijke richting, waait vanmiddag op de meeste plekken matig windkracht 3 tot 4. Ook vanavond valt er nog van tijd tot tijd wat regen. Vannacht dan wordt het vanuit het noorden geleidelijk aan steeds vaker droger. Volgen zelfs een aantal opklaringen. En vooral in het noordoosten en oosten kan het dan ook lokaal afkoelen naar een graad of 1 à 2. Onder de hardnekkige bewolking wordt het niet veel kouder dan een graad of 4. Morgen, dan waait er een wind uit noordelijke richting, matig van kracht, windkracht 3 tot 4. En met die noordenwind trekken er van tijd tot tijd wolkenvelden van noord naar zuid over het land. En soms valt er ook nog wat regen of een bui uit die bewolking. Maar er zijn vooral later op de dag ook wel momenten dat even de zon doorbreekt. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag, zo'n 7 of 8 graden in de middag. De komende dagen neemt de kans op neerslag geleidelijk aan af. De zon die krijgt van tijd tot tijd ruimte om te schijnen. Vooral vrijdag waait er een koude noordoostenwind, dus die 8 graden voelt echt een stuk kouder aan. En kijk eens naar de nachttemperaturen. We krijgen zelfs een aantal nachten waarin het in het binnenland op uitgebreide schaal een paar graden gaat vriezen.